Zo, Sinterklaas is het land uit. Ja, dan kan de kerstboom er weer in. Laten we eens een kerstboom gaan tekenen. Hoe ziet zo'n kerstboom er nou uit? En misschien kunnen we hem ook gelijk versieren. Teken je weer mee? Ja, Sinterklaas is het land weer uit. Hè? De kerstboom mag het huis in. Maar hoe teken je nou een kerstboom? Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan het zo doen. Dat is misschien wel de meest eenvoudige manier. Nou, wat doen we dan hierop? Hier doen we die piek op. Mooie piek, zo. Piek op de kerstboom. En we tekenen er ballen in de boom. We kunnen er nog wat slingers bij tekenen. Zo. Nou, dan hebben we een vrij eenvoudige weergave van een kerstboom. Zo, schaduw. En staat hier dan een kluit of staat hij in de emmer? We zullen hem even in de emmer zetten. Zo. Grote bloempot. Zo, met wat schaduw. Een kerstboom. Ja, toch? Nou. Zo zou je hem kunnen tekenen. We kunnen hem natuurlijk ook wat gedetailleerder tekenen. Maar misschien moeten we dan eerst de kerstballen tekenen. Want anders zitten... Die boom die valt erachter. Dus, en dan zo, om dan nog kerstballen in te gaan tekenen wordt wat lastiger. Zo. Tekenen we eerst de kerstballen en misschien de versiering. Oh ja, de lampjes die waren we nog vergeten daarnet. Moeten we die er ook nog even in tekenen? Kan natuurlijk. Even kijken hoe ik dat dan weer ga geven. Lampjes. Misschien moeten we daar gewoon zo hele kleine rondjes voor doen. Zo. Ja, de boom is al bijna klaar, zeg, zou je zo zeggen. Nee, maar dan moeten die takken natuurlijk nog kijken. Zou dat zo doen? Nou, dan hebben we ook een boom.
Deze is gelijk. Zo, die staat dan ook natuurlijk in een emmer. Of zoiets dergelijks. Zo. Misschien hebben we gelijk een beetje andere boom. Laten we hier eens een kerstster in doen. Zo. In plaats van een piek. Zie je tegenwoordig ook best vaak. Nou, twee verschillende kerstbomen. Dit is een vrij simpel en deze is wat realistischer. Ik zou zeggen, ontwerp zelf eens een kerstboom. Hang er zelf hier bijvoorbeeld wat dingetjes in. Kerstkrantjes zouden er ook nog in kunnen. Allerlei andere dingen. Bij ons hangt de boom altijd bomvol van alles en nog wat. Want wij gooien nooit wat weg. Dus er hangen ballen van 20 jaar geleden in. Maar er hangen ook weer nieuwe ballen in. En ja, bij ons zie je soms de boom bijna niet meer door alles wat erin hangt. Maar goed. Ieder zijn eigen kerstboom. Zijn eigen, ja, je hebt ze ook in allerlei kleuren natuurlijk. Allerlei soorten lampjes erin. Disco-lampjes, van alles en nog wat. Maar goed, ontwerp je eigen kerstboom. Misschien ook voor kerstkaart. We zijn misschien alweer een beetje laat mee, maar goed. Nou ja, kan nog hoor, kerstkaarten. Ontwerp je eigen kerstkaart op die manier bijvoorbeeld. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.